Hallo, welkom bij een nieuwe Let's Play. Ik weet niet of je me ziet. Ik weet niet of er Ik zie stenen je. voor. Wacht. Jij staat daar. Oh, hi! Zie je me? Koekoek. Hoe kom jij daar? Ik ga open. Ja. Moet je via de andere Stop kant. nou, dus ik kan hier niet meer lopen! Kom eens hier. Ja, ik ben bezig. Nee, andere kant! Ik ging via Wat het dan weer andere strand. kant? Ik ging via het Wat dan strand. weer andere kant? Shh, niet zo schelden, vinden me Ik kijkers sta ook niet op zo een steen. leuk. Ik sta ook. Oh nee, ik sta gewoon in een steen. Nee. Ja, maar jij houdt ervan om vast te staan. Dat kan gewoon vertaald worden. Oké, kom. Waar nou weer heen? Dat was gewoon een random plekje waar ik op begon. Ik weet niet of het nog een keer gaat lukken hoor. Hoop het niet. Ja, maar dat lukt mij toch nooit. Weet je wat ik nou eerst ga doen? Ga eerst naar de play. Doei. Doei. Goed gesprek. En toen was het stil aan de overkant. Oké, wij gaan even proberen om hier op te klimmen. Weer op die mooie steen. En ik rij letterlijk in de help. Oké, dat gaat hem niet worden. Dus moeten we het even anders proberen. Hey Nala. Komt even iemand heel irritant op mijn schoot zitten. Mensen, het lukt me niet meer. Yes! Ik sta er weer op. En geen muis. Wat ben geen muis? Jij bent geen muis. Wat dan? Je zei. Nee hoor. Godverpaard. Nee, paard. Mensen, let niet op dat gescheld van Maya. Ze heeft... Oh, auw. Ze Hoe heeft moet de bui weer. Hoe moet ik een paard noemen? Kwikzalver paard? Wee. Oh, ha. Ai. Nou, hoe moet ik nou dan? Erop springen. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, mij lukt het ook twee keer. Ja. Nou, ik ben jou niet. Jawel. Echt niet. Ik ben... Hier, lukt me gewoon weer. Ik heb vanochtend een tekening van een bui gekregen van mijn zusje. Ah, oh, dat is lief. Nee, ik zei gewoon dat ik hem ging jatten. Nee, ik kom er niet op. Ik vind het echt een kutsteen. Mag ik er hier op dan? Alsjeblieft. Nee. Oh, ook niet. Auw, en ik sta aan de andere kant. Ja, help mij beter gewoon, hè. Ja, hoe wil ik je helpen? Je paard een duwtje geven? Nee, mijn paard uit de steen halen. Gaat niet. Ik zal hem aan zijn staart trekken. Ik ben een verloren mutsje. Ik lig op de stenen. Alsof het mij in één keer lukt. Hi. Hi. Zie ik je mij? Ja, ik zag je naam. En ik doe, mijn paard doet een beetje raar. Oh, paard. Wat doe je? Dank u. Paard. Jee. Oh, je zat erin. Weet ik. Kom op. Spring. Jump. Dank u. Nee, je gaat glijden. Vanaf daar red je het niet. Alles lukt mij, oké? Okay? Wow. Mijn paard werd even gelanceerd. Ja, mijn paard wordt ook gelanceerd, maar aan de grond in. Je wordt hier even volop gelachen. Ik hoorde het. Ik weet echt niet waarom. Slag omdat jij er niet bent. Nee, een grapje. Ah, kom op, knollie. Nou, beter tegen mij, knollie. Kom, knollie. Spring er nou eens goed op. Werk nou eens even lekker een keertje mee. Dat red je niet vanaf die kant. En ga nou eens een keer niet rond, die jongen. Ik wow. Vind... Wees gewoon een... Hé, hey, doe je? Ja, dat heb ik dus ook de hele tijd. Het Nederland. Yes! Ik sta er weer op. Vieze jij. Brrrr. Ik sta er gewoon weer niet op.
ik kan dit gewoon. Het moet lukken, anders kom ik er ook niet op. Ja, maar ik ren jou niet. You can do it. Jij kan ook 1000 abonnees halen. Ik kan eens 1000 volgers halen. Ja. Sorry, wat doe jij nou weer? Ergens in een steen gaan staan. Ik zie het. Hi! Je kan gewoon uit de steen. Cool. I can do magic. Tralalala. I can do anything. Oh nee, dat doen we zo. Ik kan magie. Bah. I am magic. Wee. I can fly. Onsteen. Oh, wat zijn wij geweldig met z'n tweeën. Het is echt dat ik mijn geluid uit heb staan. Ik hoor het wel. Oh, dan zal ik ook geluid aan zijn. Dan ga ik dood. Dan ga ik gewoon dood van ik. Het is echt. Woehoehoe! Woehoehoe! En Wendy staat weer in de steen. En Maya is weer in de steen. En ik sta weer dus vast. Mag ik erbij komen? Ik vind het heel gezellig. Oh jee, hallo. Wee! Paard, ik ben een bij. Jij bent geen bij. Jij bent een wolkenpaard. Knolly, wat ben je aan het doen? Oh, ik snap waarom dit paard zo sarcastisch is. Oké, ik ben weg. Ik weet niet waar ik ben, maar ik ben weg. Ho. Ik weet al waarom mijn paard zo. Je staat onder mij. Ach, je bent in een steen. Oh nee, je bent dan. Ik weet al waarom mijn paard zo sarcastisch doet. En waarom dan? Wolkpaard. Hij wil gewoon weer naar zijn vrienden toe. Volk. Hij wil naar de wolken. Paard, luister. Je hebt geen vrienden. Ah! Dat is echt gemeen. Dat kan ik echt zo droog uit. Ah, ik ben je vriend wel hoor, paardje. Nee. Vind ik niet leuk. Al die mensen die daar staan, die denken echt van, oké. Wat zijn die daar aan het doen? Help ons. Oei. Paard, je bent een mogol. Net zoals Wendy. Nou! Dat heet karma. Ik weet niet waarvoor. Bootje! Bootje? Ja, staat er toch een bootje? Oh, een bootje. Ik dacht dat een bootje zei. Hashtag bootje. Oh jezus, Instagram heeft me even volgestemd, jongens. Uh-oh. Vind je foto leuk? Of je mag volgen, heeft de reactie geplaatst. Nee, mag niet. Nee. Je mag er niet volgen. Nee, mag niet. Tenzij ze je lief vindt. Tenzij het geen agent is één keer. Want ik weet echt laatste tijd heb ik alleen maar blogbezoeken van agenten. Echt? Ja. Hoezo dat? Hier. Politie Enschede wil u volgen. Joepie. De? Poepie. Ik word wel zoveel gevolgd door agenten. Zal ik op ja klikken of nee? Wacht even, ik klik op ja. Ik wou net zeggen, gewoon ja doen. Des te meer volgers heb je. Oh my god, zoveel agenten gevolgen. Agenten gaan volgen, wat is dat nou weer voor woord? Ik moet er nog 9 tot de 900. Wauw. Zal ik aan het eind van het jaar 1100 hebben? Dat weet ik gewoon. Ik ben gewoon niet fabulous, toch blijf ik gewoon. Arme jij. Ik heb mijn zusje nodig. We rijden aan het nadoen is met haar Barbies. Weet ik niet. Nee, dat is aan doen. Dus je kan dadelijk even een hele harde schreeuw horen. Van jou? Nee, van het kind. Hallo, die is de ringrijder aan namelijk. Heb je ooit überhaupt de ringrijder gezien? Oh zo. Eigenlijk als ze die ring hebben, dan zijn ze helemaal blij. En dan gillen ze alles bij elkaar. Ja. Ik ben die foto's van jou even aan het liken. Wat krijg ik daar? Hou op met spellen dan! Aan het likken. Lekker hoor.
Lily en Ponybroke vind je foto leuk. Lily en Ponybroke vind je. Echt die eerste foto die je geliked hebt met die dat grijze beestje. Is cute. I know, maar hoe die man erop zit. Actiefoto. Ja, die linker is cute, hè? Die dikke. Die dikke. Die zijn allemaal dik, maar dat maakt niet uit. Ik kreeg echt, ik had zo'n foto geplaatst, die dat eerste, zeg maar, die foto. Niet dat filmpje. Maar die paarden, die zijn echt zo onwijs mooi. En zo onwijs schattig, en hebben zulke schattige neusjes, en zulke schattige oogjes, en zulke schattige, zachte neusjes. Neusjes, die zijn echt zacht. Dat zijn net babybelletjes met vloedhaartjes erop. Ik weet niet wat het is. Niet van je stoel vallen, Robine. Ik had ook zo gevraagd. Ringrijden, weten jullie wat het is? Zet er één, nou die Noordzweed is of zo is mooi. Nou, ten eerste, het is gewoon geen Noordzweed. Ik wou zeggen, dat is volgens mij zo'n Belgisch trekpaard. Nee. Zeeuwse knollen. Dat filmpje vind ik ook zo schattig. Voor het paardje dat niet wel. Kom, beestje ook gewoon. Maar ik meen het, ik kreeg er gewoon keert een zandstukje in mijn oog. Nou. Dat was ik zo van, hey bitch, zandstukje in je oog. Zo van, oké, auw. Dan heb ik ook wel een jeuk in mijn oog. Heb jij ook hooikoekers? Nee. Nou, fuck you, wil je ruilen? Nee. Fuck you. Wil iemand met mijn ogen ruilen? Zet even in de comments wie met Maya de ogen wil ruilen. Dat zou ze heel lief vinden als jullie willen ruilen. Oh nee, nou ben ik dadelijk. Dit keer was ik het! Ik wil net zeggen, deze keer was ik. Dadelijk ben ik in Frankrijk gewoon fucking verkouden. Nee, maar ik en Wendy hebben dezelfde WhatsApp-ringtje. Ja. Dus als iemand een WhatsAppie krijgt. Dan is het al ding, ding, ding. Eerst had ik een hele andere, alleen daar schrok ik van. Dat meen ik echt oprecht. Ik schrok er echt van. Kreeg ik een WhatsAppje van jou, want ze dacht: What am I alone? Sorry mensen, we staan een beetje stil en we beppen een beetje. Of het was zo ineens. Fuck off. Maar met die watermelon, ik schrok maar veel met de tering dan. Zal ik heel rustig achter mijn computer. Ik ga even een rondje rijden. Een klein rondje. Zie ik jou nou staan? Nee, ik heb echt iemand. Ja. Echt? Ja. Oh mijn god, ga eens weg. Vind ik echt, zie je mij nog staan? Nee, want je hebt me waarschijnlijk genegeerd. Nee. Ik heb je niet genegeerd. Ga je ook echt gewoon pesten nu? Je hoort je eigen, denk ik. Nee. Ja, hou op! Ja, ik was het toch een beetje. WhatsApp? WhatsApp, bitch. Wat een rare naam. Er stond een of andere Shinye. Zie je, staat ze weer. Shinye fast food. Wat? Fast food. Ja. C-S-E-N-G-E. Er is iemand mij aan het stalken. Jezus, 8 nieuwe berichten. 9! Ik ga stuk hier al.
Ik kan gewoon nog steeds pesten. Hoe wil je me pesten? Ik ben gewoon de beste pester ever. Ik pest alle dagen. Nee, uh-oh, en nou sta ik vast. Oh nee. Dat is je karma. Ik dacht dat ik vast stond. Nou, zielig. Ga je pesten, bitch? Nooi? Ja. Nooi? Ja. Nooi? Mensen, wat een interessant gesprek hebben wij, hè? Echt. Ta-ta-ta! Oh. Oké. Okay. Jij zegt dat ik jou niet pesten kan? Of in mijn pesten? We gaan het wel zien, bitch. Oh, jee. Is dat een dreigement? Ja. Grapjas. Wat, ga je de politie op me afsturen? Ja. Ik kan nog ja zeggen ook, hè? Oh, help. Waar staat hij? Hij is footsie. Ta ta ta. Nu kan je me wel. Oh, wacht, hij staat hier. Denk ik. Denk ik. Het is van de crutch. Het is geen minion. Help. Help. Oké, hou maar weer. Begin nou wel irritant te worden eigenlijk. Ja joh. Wanneer je die moet doen, die moet je afspelen als je moeder. Als je bij je. Nou! Als je bij je moeder zit beneden straks, moet je hem even afspelen. Oh joh, dat doe ik zo vaak. Dan wordt ze niet helemaal gek van je. Nee, beneden mijn vader. Ik heb serieus een rondje gerijd. Gaat eten ook echt maar lief. Nee, maar stiekem heb ik die gewoon ingesproken. Zo loop ik altijd ook mijn moeder op. Mama! Mensen, ik ga weer afsluiten. Ik wil jou eerst pesten. Help. Waarom staat er een vervloekt klokje? Ga weg. Help. Dat is zo opgelost. Hé! Hey! Nee, jezelf ja. Even kijken. Maar mensen, ik ga weer afsluiten en ik zie jullie weer bij de volgende video. Bye bye. Staat ze daar weer op?